Ik denk dat je je de slechte koning Agap nog wel herinnert, die de baas is over het Noordelijke Koninkrijk Israël. Tijdens de eerste jaren van Agaps regering was er in het zuidelijke Koninkrijk Juda een koning die Asa heette. Hij stierf, en nu is zijn zoon Jozefat koning. De Heere is met deze nieuwe koning, omdat Jozefat Gods wegen wil volgen en zijn wetten gehoorzamen. Hij wil geen afgoden aanbidden. Het volk van Judah brengt hem geschenken. Jozefat wordt een heel rijke man. Ook krijgt hij veel eer. Je kunt wel zien dat de Heer hem echt zegent. God gehoorzamen en hem volgen is altijd het beste wat je kunt doen in je leven. Zie je wat hier gebeurt? Koning Jozefat zorgt ervoor dat alle afgoden vernietigd worden. In het derde jaar dat Jozefat koning is, vraagt hij enkele leiders en levieten om het land in te gaan. Ze moeten alle mensen Gods wegen leren, zodat iedereen weet hoe ze God moeten volgen. Ze nemen het boek met Gods wetten mee. Dat is de boekrol die je ziet. Stel je voor dat je niet zou weten hoe je God moet gehoorzamen. Het is zo fijn als iemand dan naar je toe komt en uitlegt hoe God wil dat je leeft. Ik hoop dat de Bijbelverhalen die jij hoort jou ook zullen helpen om God lief te hebben. En als jij iemand kent die nog niets weet over God, kun jij misschien ook over hem vertellen. Als je over de Heere God leert, dan weet je dat. Alle zegeningen in je leven van Hem komen. Wees dankbaar en geef de Heere de eer voor al Zijn zegeningen. God beschermt het koninkrijk Juda. Er is geen oorlog. De mensen in de landen om Juda heen hebben ontzag voor de Heere God. De Filistijnen komen Jozefat geschenken en geld brengen als eerbetoon. Zelfs de Arabieren brengen hem klein vee. 7700 rammen en 7.700 bokken. Jozefat wordt erg machtig. Hij bouwt sterke burgten in zijn land. Ook bouwt hij steden waar de mensen voorraden voor het land kunnen opslaan. Koning Jozefat laat een groot leger bij elkaar komen van mannen die goed kunnen vechten. Deze dappere helden wonen in Jeruzalem... En in de versterkte steden van Juda. Meer dan een miljoen getrainde mannen zijn toegerust om het land te verdedigen. Koning Jozefat wil ook vrienden worden met de koning van Israël, met Agab. Hij laat zijn zoon trouwen met de dochter van Agab. Maar is het een goed idee om vrienden te worden met zo'n slechte koning? In het volgende verhaal. Zul je zien wat er gaat gebeuren?